Sneekweek Actueel wordt u mede mogelijk gemaakt door Sneek Promotions, Stichting Uiterst Sneek, Grand Café de Walrus, Brasserie de Koperen Kees, Restaurant Onder de Linden, Café Neighbors, De Heren Monteurs en Grand Café de Kroon. Betekent voor ons een thuiswedstrijd in eigen stad, waarbij wij op hele mooie plekken staan te spelen, op vrijdag, op zondag en op woensdag. En al jaren het Sneekweekgevoel weten hebben en over te proberen te brengen op het publiek. Wat betekent Sneekweek voor jou? Dat is een hele week feestvieren, korte nachten, veel drinken uiteraard, gezelligheid, muziek en drukte. Ja. Ja, hoe gezellig is het op het eiland? Heel gezellig, ja, heel leuk. Ja. Wat zou je allemaal doen? Gewoon feesten en foto's maken, heel veel. Ja, nog selfies natuurlijk. Ja, deze jongens komen nu voor het eerst sinds jaren weer naar de Blauwe Hoester Dakkapel. En gelukkig brengt het de sfeer weer helemaal terug op Nijland. Dat zag je afgelopen zondag al en dat komt vanmiddag ook weer, absoluut. Ja, want dit is ook de oorsprong van de Sneekweek. Hè? De woensdag, de hartzeildag, die in 1814 voor het eerst werd gehouden. 200 jaar begin van hoe we met z'n allen die Sneekweek tot een top gemaakt hebben. Prachtig. Op dit moment 38 klassen die we nog willen starten en waarvan we al een keertje minus 10 klassen een keertje de hele serie gestart hebben. Dus 28 hebben we al vaar, komen er nu nog een keer 38 klassen bij. You didn't send me no letter, don't think I could forgive you. See, our world is slowly dying, I'm not wasting no more time, don't think I could believe you. Ja, eventjes kijken, hè, hartzeildag. Dat is altijd wel een feestje om eventjes naar het eiland te gaan, eventjes naar het wedstrijdzijde te kijken. En dan ook het sfeer op het eiland even te proeven. Ja. Our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. When seas will cover lands and when men will be no more. Ja, dat is eigenlijk gewoon van jongs af aan. Ik heb hier vroeger al met Floriens en lezers gezeild. En nu voor mij is het de lol, ontspanning, wedstrijdje varen. Ik hoef echt niet met de allerbeste mee te doen, maar het is gewoon leuk om een wedstrijdje te varen. Het is ook heel veel vrienden en bekenden tegenkomen. Familie komt langs bij mij thuis in Sneek. En daarna varen we nog een keer op het Sneekermeer, zwemmen we nog. Dus het is één groot feest. Vliegen over Sneekweek is
zeker bijzonder. Het is nu nog vrij rustig. Ik hoop dat het straks wat drukker wordt. Ik hoop dat het weer ook mee zit vandaag. Maar op het meer is het al volop met de bootjes aan de gang. De races zijn ook al aan de gang, zoals ik heb gekeken. Dus ja, erg leuk. Sneekweek Actueel wordt u mede mogelijk gemaakt door Sneek Promotions, Stichting Uiterst Sneek, Grand Café de Walrus, Brasserie de Koperen Kees, Restaurant Onder de Linden, Café Neighbors, De Heren Monteurs en Grand Café de Kroon.